Ik zit hier met Tessa Wiegerink en we hebben net een leuk gesprek gehad over social media in een schaflokaal op de Drue Cultuurfabriek. En want jouw specialiteit is eigenlijk, tenminste jij maakt foto's voor profielen op social media. Ja. En wat is daarbij belangrijk, vind jij? Ja, de eerste indruk wordt tegenwoordig niet meer gemaakt als jij ergens binnenkomt en iemand een hand kunt geven. Normaal gesproken, als je een gesprek hebt, dan bedenk je altijd hoe je eruit ziet en wat je aandoet. En wat veel mensen niet meer realiseren is dat tegenwoordig die eerste indruk via internet gemaakt wordt. En dat iedereen door de zoekmachines gegooid wordt. En ja, dat die foto die jij daar hebt, dat dus jouw presentatie is. Ja. Dus mijn missie is eigenlijk om iedereen van een goede profielfoto te voorzien. Of in ieder geval te zorgen dat iedereen een goede profielfoto heeft. Mm-hmm. Zodat jij kunt laten zien wie jij bent. Dat je herkenbaar bent. Mensen jou ook als ze jou ergens tegenkomen, dat ze jou gaan herkennen. Ja, want zie je nou vaak slechte voorbeelden van profielfoto's? Ja, je ziet van alles langskomen. Van afgeknipte foto's met waar nog iemand half bij opstaat. Een kroegfoto of die vakantiefoto waar je net met je zongebruinde hoofd opstaat. En ja, dat zijn de momenten waar je zelf heel blij bent. Dus mensen vinden dat vaak een prettige foto. Maar voor jouw eerste indruk en vooral een eerste zakelijke indruk, ja, dan is het toch wel wat belangrijker dan dat jij je lekker voelt en dat jij een mooie foto hebt. Mm-hmm. Maar ja, je moet je altijd maar bedenken, hoe ga je naar een sollicitatiegesprek toe? En daar wil je je goed presteren. Dus zorg dat jij je ook goed presteert op de social media. En zorg dat je daar ook de uitstraling hebt die jij uit wil stralen naar jouw klanten toe, naar jouw connecties toe. De mensen die jouw werk kunnen geven, waar je mee samenwerkt. Want jij zegt van, eigenlijk is het net als bij een sollicitatiegesprek, je kunt maar één keer een eerste indruk maken. Ja. En tegenwoordig maak je die niet meer in het echt, maar op internet. Ja, ja. En daarom is het zo belangrijk om echt een goede profielfoto te zeker. Delen. Doen. Ja. Nou, wij hebben ook al een afspraak. Jazeker. Ja. Dus 18 juli zo uit. Binnenkort kunnen jullie Olaf overal herkennen aan zijn profielfoto. Ja. Pik je hem overal uit. Want nu was ik niet te herkennen, zei jij. Nee. Goeie, mooie foto, maar ik had je er niet van herkend. Nee. Maar binnenkort verandert dat. Ja. Nee, dankjewel voor deze korte toelichting, Tess. Ja, graag gedaan. Prima. Tot ziens. Jij ook bedankt.